Hilversum, hallo. We leven nog. Het is een tijdje terug, ik geef het meteen toe. Maar we zijn er weer met het gesprek met de burgemeester. Nieuwe plek. Welkom allereerst. Goed dat u er weer bent. We zitten net voor de rhododendron. Het is een beetje een bewogen week geweest voor u. Met een eerste motie van wantrouwen die u aan uw broek kreeg? Ik hoop wel, ja. Ja. En, hoe was dat? Ja, qua timing niet erg gepast vond ik. De laatste vergadering van dit college. En ja, ze hebben uiteindelijk ook maar de steun gekregen van 2 stemmen. Dus... Ja, van zichzelf. Van zichzelf. De SP, voor de duidelijkheid. Dus ja, dat geeft wel aan dat het nou niet echt een gedragen idee was. Nee, dat klopt. Verder heb ik u nog gezien lekker zitten netwerken bij het Melkhuisje. En toen was u met collega-bestuurders uit de regio, als ik het goed heb. En u bent... Drukke week hoor, ik ben niet met vakantie geweest. Nee. Niet? Nee, ik ook niet. Ja, tijden terug alweer. Okay. 4, 5 mei. Dat heb ik nog gehad. Ja, maar dat is wel heel ver terug. Mooi. Dus, en je bent zondag bij de rugbyfinale geweest? Ja, verloren. Dus daar kom ik ook nooit meer, want we hebben 3 jaar achter elkaar gewonnen. Was ik er niet, kom ik een keer. En dan verliezen we. Dus u heeft ze misschien wel gejinxed? Schiet niet op. Maar wel een mooie wedstrijd. Yes. Wel leuk om naar te kijken. Yes. Ja, ik noem het een beetje op omdat ik ook even naar zaterdag wil. Want zaterdag was de Mars van Gerechtigheid door Hilversum. Marsje. Ja, dat viel qua opkomst een beetje tegen. Dat zei de organisator achteraf ook tegen mij. Maar er werd wel een duidelijk oproep gedaan aan het college en de gemeenteraad eigenlijk. Van, zou het niet netjes zijn als de gemeente... deze mevrouw, mevrouw Emanuels, waar die Mars ook voor was, zou willen compenseren voor al haar geleden verlies. Zodat ze opnieuw kan beginnen elders. Is dat iets wat u wilt overwegen? Nee, absoluut niet. We hebben regelmatig contact met haar gehad. Het is haar beslissing geweest om te stoppen. Dat hoeft helemaal niet. Het is al sinds 17 augustus daar rustig. Daar hebben we alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. We hebben haar allerlei comfort gegeven. We hebben haar voorgesteld om met de jongens in gesprek te gaan, zodat we het bij kunnen leggen. Dat wilden die jongens ook, nou, dat wilden zij niet. Zij willen het op een rechtszaak aan laten komen. Nou, dat gebeurt 6 juni geloof ik uit mijn hoofd. En ja, dan is het dat. Verder heeft de buurt een fantastische crowdfunding actie gehouden om haar advocaat al te kunnen betalen. Dus ik ga echt niet, dat wordt het wel hier een boel zeg. Dat we als ondernemers die in problemen komen dan bij de gemeente komen vragen of ze is onderneemster. Dat zegt ze ook steeds, ik ben onderneemster. Ze keet het ook nog lekker door. Ze had van mij mogen blijven, maar zij wilde zelf weg. Dus haar beslissing. Dus de gevolgen zijn ook van haar. Oké, duidelijk. Maar dat was de oproep die zaterdag kwam. En verder ligt het nu bij het OM. Hè? De rechter gaat nu een oordeel vellen. Dat wilde zij ook. Nou, we zullen het afwachten wat er gebeurt. Nou, ik zal ook geen verdere vragen erover, omdat het juist nog voor de rechter moet komen. Dus. Ja. Maar dit was een hele duidelijke oproep die zaterdag naar buiten toe kwam. Dus, denk... En dat er maar 30 mensen waren, ja, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Ja, het was ook een beetje ongelukkig getuimd. Er was iets met een huwelijk in Engeland en er was nog een... Het speelt allemaal mee. En er was ook nog een andere demonstratie in Amsterdam. Iets met Palestina. Dus het was keuzes maken. Qua diversiteit was dat huwelijk in Engeland wel interessant. Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Over diversiteit gesproken. We zitten midden in de Ramadan. Nou, eigenlijk net een week. De gemeente heeft weer een pakket aan maatregelen genomen, zoals ik dat noem. Waarom is dat eigenlijk weer gebeurd? Nou ja, omdat de afgelopen jaren het regelmatig uit de hand liep. En dat willen we niet meer. Die overlast moet beperkt blijven tot het minimum. En dus hebben we een hoop gedaan om dit jaar het in goede banen te leiden. En dat gaat tot nu toe fantastisch goed. Ja, dus... Jongeren helpen ook mee. En er zijn allemaal organisaties omheen gezet om te kijken of we dat goed kunnen realiseren. Vooral als het donker is. Blijkbaar is dat nodig in Hilversum. Het is mijn keuze ook niet. Maar het niet doen levert allerlei ellende op, dus we moeten wel. Kunt u iets zeggen wat u dan allemaal doet? Ik weet iets met jeugdbouw als jongerenwerk. Nou ja, we zitten er bovenop, we praten met die jongeren, we kennen ze ook nu veel beter dan een paar jaar geleden. Als ze zich misdragen, dan zoeken we ze thuis op en dan gaan we met ze in gesprek. Er zijn voetbalwedstrijden georganiseerd. Het jongerencentrum is open, s'nachts. Ja. Dus ja, zo proberen we ze toch van die straat te houden, zodat ze niet kattenkwaad gaan uithangen. Maar als ik goed naar u luister, is het gewoon een proces van de lange adem en ook gewoon het hele jaar door, blijven? Eigenlijk wel, ja. Ja. En ja, er mag een dag ontstaan dat Hilversum dit ook aan kan zonder deze maatregelen, maar die is er nog niet. Niet. Dus tot die tijd gaan we gewoon netjes door. Dus voorlopig bent u wel van plan om extra maatregelen? Ja, zeker. Zeker. Oké. Okay. Geen risico's. Yes. Dan iets wat toch wel een beetje daaraan verwant is. De jongerenplek, die wil u graag. Ja.
Maar gaat hij er komen op de Anton Philipsweg? Voordat ik tot hogere sferen word geroepen, gaat hij er komen, ja. Maar ook op de Anton Philipsweg? Nou, de locatie, daar hebben we met de buurt contact over gehad. Dat vonden zij geen goed idee. Dus we zijn nu kijken nog naar alternatieven. We zijn ook nog kijken naar überhaupt alternatieven. Je kan ook naar andere. Je kan het ook dichter bij sportlocaties plannen. Nou, zo zijn we aan het kijken. Toch nog iets meer locaties die niet zo in het hart van een buurt staan, maar een beetje daarbuiten. Waar liggen de gevoeligheden dan? De mensen het gewoon niet in hun achtertuin willen hebben. De gevoeligheden, onbekend maakt onbemind. Mensen bekend, dus dat zou nog mooier zijn als we die groepen met elkaar in gesprek laten gaan. Jongeren met de buurt. Nou, dat is natuurlijk iets wat we op langere termijn wel ambiëren ook. En ook in het buurtaanpak van de gemeente natuurlijk staat dat ook. Maar dat is er tot nu toe nog onvoldoende van gekomen. Dus om nou toch daar niet op te wachten eindeloos. Maar het is gewoon, mensen kennen elkaar niet. Dus er is angst en er is onvermogen om dat aan te pakken. En wij hebben gezegd, we willen toch een keer wat voor die jongeren doen. Nou, dat gaat ook gebeuren. Maar pin me niet vast op een datum, want dat weet ik niet. Ja, vorig jaar sprak je nog eind december nog de ambitie uit om het dit jaar dan toch mogelijk te maken. Omdat die jongeren er ook gewoon bij geholpen zijn en dat ze een plek hebben voor zichzelf. We zijn nu 5 maanden verder. Dus we hebben nog, we hebben nog even. Maar hoe is er dan sprake van verzet of willen mensen gewoon niet? Ik weet wel dat er volgens mij ook eind 2017 dat er een bijeenkomst is geweest waar mensen toch al aangaven, ja, dit gaat hem niet worden. Ja, het gaat er ook om onder wat voor voorwaarden je zo'n locatie maakt, hè, zo'n hangplek. En wij moeten ook het vertrouwen hebben dat die jongeren er geen puinhoop van maken. Nou, dat hebben we inmiddels wel. En wij moeten nu die buurt, voor zover we het in een buurt nog gaan zetten, maar waarschijnlijk komt het zover niet eens, moeten we die buurt zover krijgen dat ze ook het vertrouwen hebben dat ook helemaal geen verkeerde aanpak hoeft te zijn. Iedereen is jong geweest. Iedereen heeft wel eens kattenkwaad uitgehaald. Nou, dat is ook een haakje. Ja, klopt. Maar ja, toch hoor je vaak van, ja, ik vind het prima. En als ze de boel in de fik steken, of ze beroven mensen, of ze doen allerlei andere verschrikkelijke dingen, ja, dan houdt het ook op. Dan ben ik ook niet meer aan zet, dan is de politie aan zet. Maar dit is het domein waar ik nog over ga. En dan denk ik, jongeren in Hilversum moeten niet alleen maar opgejaagd worden van de ene buurt naar de volgende buurt, maar moeten ook het gevoel hebben dat ze een keer ergens welkom zijn, mits ze zich gedragen. Mm-hmm. Nou, dat is het spel waar we aan het spelen zijn. Maar het is ook een grote wens van de jongeren zelf, heb ik wel eens begrepen. Ja, zeker. Ik luister naar jongeren. Ook. Maar ook naar de buurt. Nou, dat samenspraak, daar moet uiteindelijk een keer een besluit over komen. Het is natuurlijk best wel een spanningsveld. Ja. Ja. En soms hebben buurtbewoners ook gelijk, maar soms ook niet. En dan moeten we ze toch beter op de hoogte brengen van wat nou de motieven zijn. Ja, en dan zeg ik je, we zijn allemaal jong geweest. We hebben allemaal wel eens het ouderlijk huis ontvlucht. Omdat we denken, dat is mij te benauwd en te krap. Dus ik wil naar buiten en ik wil iets anders doen. Nou, je kan voetballen met elkaar, je kan iets drinken met elkaar. Ja, dat zijn gewoon de jeugdbewegingen die er zijn. En daar heeft ieder dorp en iedere stad in Nederland heeft daar zijn aanpak voor. En wij zijn in Hilversum nu bezig met deze aanpak. Maar de Anton Philipsweg is nog niet helemaal van de baan, als ik het zo hoor. Nou, we zijn niet nu bezig met. We zijn bezig met een locatie te zoeken waar het nou net even wat ruimer is. Dat je nou niet direct binnen 50 meter of binnen 20 meter een huis hebt staan. Maar dat het iets meer op afstand is. Okay, dat is verstandiger. In deze ronde. En als dat goed gaat, dan ontstaat er ook vertrouwen over en weer. Nou, dan kan je de volgende keer kan je het wat dichter bij de mensen zetten. Dus er moeten ook meer plekken komen uiteindelijk. Uiteindelijk wel, ja. Zeker. Voordat u wordt opgeroepen door het hier boven. Ja, of andere hogere. Ja, ja. Dat kan natuurlijk ook nog. Oké, helemaal duidelijk. Misschien kunt u toch nog een tip geven voor dit weekend? Want Hilversum bruist, begrijp ik. Nou, Hilversum bruist elk weekend, hè? Ja. Toch? Nou, nu hoor ik de heren Jeger in uw woorden doorklinken. Nou ja, we werken graag met elkaar samen. Maar Maddens is geopend, heb ik vorige week geopend. Nieuwe zaak aan de Kerkbrink, waardoor de Kerkbrink ook weer een impuls krijgt. Nou, dat zijn allemaal prachtige initiatieven die ondernemers nemen, risico nemen en toch heel veel uitkiezen om dat hier te doen. Mm-hmm. Nou, Maddens was 7 jaar dicht, dus het is een fantastische nieuwe locatie, pareltje in Hilversum. En we vieren dit jaar opnieuw het feit dat dit jaar Hilversum 100 jaar mediastad is. Daar zijn in Gooiland festiviteiten voor, er zijn op de markt festiviteiten op zaterdagavond en op zondag.
En dat is toch omdat we trots zijn op het feit dat wij dat al 100 jaar volhouden, dat spelletje. Of wie nou de mediastad van Nederland is, die quizvraag. Nou, dus gooi hem er maar in en ik denk dat inmiddels 90% van de mensen wel antwoord geeft, dat is Hilversum. Denkt u niet? Probeer het maar eens. Ja, denk wel. Ik ben geboren en getogen Hilversum, dus ik maar weet goed, niet beter. Dus dat, en we hebben in maart dat gedaan, of in februari, begin van het jaar, we doen het nu nog een keer en we doen het eind van het jaar nog een keer. En zo werken we toe naar, want volgend jaar zijn we 100 jaar radiostad. Nou, zo heeft elke stad, dorp, zo zijn, ja, dorp. Ook zijn eigen feestjes. Yes. En dat gebeurt dit komend weekend ook. Nou, u hoort het. U kunt komend weekend 100 jaar Mediastad vieren. Ik dank u hartelijk voor het gesprek. Graag gedaan. En ik dank u hartelijk voor het kijken. Tot de volgende keer.